Ja, het is zo flauw, Hubert. En dan vraag je natuurlijk aan mij of ik een beetje wil uitleggen wat hier allemaal aan belachelijks is aan de hand. Inderdaad, heel veel mensen denken inderdaad, net zoals Trevor Noah, dit lijkt wel heel erg op, zeg maar, obstructie van een onderzoek dat de FBI op dit moment aan het houden is naar eventuele banden tussen Trump en het Kremlin. He, tijdens de campagne van Trump en nu tijdens het presidentschap van Trump zijn er iets te innige banden geweest tussen die twee. Dat weten we niet. Comey moest dat onderzoeken, althans zijn FBI. Er is geen Comey meer. Hoe staat het nu met dat onderzoek? Is dit obstruction of justice door het Witte Huis? Zit het Witte Huis hiermee, zeg maar, een rechtszoeking in de weg? Nou heeft Trump in het verleden, in de campagne met name, was hij heel positief over Comey, over diezelfde FBI-topman. Omdat hij regelmatig onderzoek heeft gedaan naar Hillary Clinton. Laten we een aantal van die fragmenten op een rij zetten, Michiel. And I have to give the FBI credit. That was so bad what happened originally. And it took guts for director Comey to make the move that he made in light of the kind of opposition he had where they're trying to protect her from criminal prosecution. I respect the fact that Director Comey was able to come back after what he did. I respect that very much. Good job by the FBI. But I have respect that the FBI has given it a second chance. As you know, the FBI, and I give them a lot of credit because they're fighting forces that they're not supposed to be fighting. I really disagreed with him. I was not his fan. But I'll tell you what. What he did, he brought back his reputation. He brought it back. He's got to hang tough because there's a lot of people want him to do the wrong thing. What he did was the right thing. Niet één keer, niet twee keer. Echt tig keer heel positief over die Comey. Nu heeft hij hem dus ontslagen. Wordt dat gepikt? Ja, het wordt gepikt omdat de president, hè, hij heeft de macht om hem te ontslaan. Hij heeft de macht om te benoemen en hij heeft de macht om te ontslaan. Maar het wordt niet gepikt in die zin dat er veel kritiek is op de reden. Hè. Is de reden dat e-mailonderzoek naar Hillary, wat Comey niet goed zou hebben afgehandeld, dat ligt niet heel erg voor de hand. Dat is wel de officiële reden, maar er zijn heel veel mensen die dat niet geloven. Zowel democraten als ook enkele republikeinen. Witte Huis zegt, nee, hypocrisie. Jullie democraten hebben ook kritiek gehad op Comey. Nu heb ik hem ontslagen. Jullie zijn een stelletje hypocrieten dat je nu komt zeuren dat ik het weer, ik Trump, het heb gedaan. Nou wordt er ook een vergelijking gemaakt met Watergate, tenslotte Nixon. In het verleden, 1973, die is uiteindelijk afgezet. Omdat Nixon ook toen een topman heeft ontslagen van de FBI. Toen een onderzoek naar Watergate, nu een onderzoek naar de Russen. Wordt die parallel veel getrokken? En is die terecht? Ja. Klopt, die parallel wordt veel getrokken. Hè. Nixon ontsloeg een onafhankelijk onderzoeker, niet zozeer de FBI-director, maar wel een onafhankelijk onderzoeker, die zeg maar als een overijverige speurneus iets te dichtbij Watergate kwam en al het geheim wat daar aan zat. Die vergelijking wordt nu gemaakt. Was Comey als een overijverige speurneus misschien iets te dichtbij een geheim, zeg maar, overleg tussen Trump en het Kremlin? Nou, dan moeten we maar afwachten waar dat toe gaat leiden. We weten niet waar dat onderzoek precies staat. Niemand die dat weet. En nogmaals, Trump zegt, jongens, jullie zullen mij allemaal binnenkort bedanken, want we moesten nou eenmaal af van deze Comey. Ik heb het nu maar weer even gedaan. Typisch Trump trouwens, hè? Vintage Trump. In één keer, zonder vooraankondiging. Comey stond zelfs een speech te geven. Wist niet eens dat hij was ontslagen, tot het op een nieuwsbulletin achter hem verscheen. Hij dacht eerst dat het een grap was en hij was weg. Typisch Trump.